hier is nog wel een kleine ruimte. Diep in de Belgische bergen, verscholen tegen de rotsen, ontdekten we een verlaten discotheek. Binnenin ontvouwde zich een tijdscapsule, met oude kranten die enkel 1992 onthulden. Maar de plek suggereerde een veel vroegere oorsprong. De complete inrichting was intact, een bijzonder eerbetoon aan het verleden. Waar mensen eens nachtenlang feesten en herinneringen creëerden, nu, met de deuren voorgoed gesloten, is het verhaal ten einde. Yo beste kijkers van Lost Buildings, we hebben vandaag iets heel speciaals gevonden. Yo beste kijkers van Lost Buildings, we hebben vandaag een hele speciale aflevering. We hebben een verlaten disco gevonden, ergens in Ardennen. En dit wordt super vet, want je hebt hier gigantische rotsen. En we zien jullie daar, je kijkt naar Lost Buildings. Moet je kijken, dit is gewoon een discotheek. Alle bankjes staan er nog. En dit, is de dit was de bar. Dus hier kon je gewoon, nou ja, drankjes bestellen, whisky, bier. Wow. Dit is fantastisch. Waar was nou de dansvloer? Ja. Zo, dit is inderdaad echt heel groot. Een mooie plek voor foto's. Foto's Ja. Nee, schuin. Schuin. Ja. Dat weet ik niet zeker, maar hier had je dan de bar. Ja, kijk, hier is nog meer zometeen. Meteen de eerste locatie mensen van de dag en het is gewoon meteen raak. Ik denk dat hier dan alle, nou ja, alle sterke drank in stond, zeg maar. Ja. Dit waren gewoon... Ja, en glazen. Ja, en glazen. Oh ja, ik denk vooral glazen dan hier de drank, want... Nog een koelkast, ja, inderdaad. Wat dat dan geweest is, geen idee met dat. Airco, ventilator. 10, 15 jaar terug, denk ik. Oh ja, dat denk ik ook wel, ja. Het is ook een hele mooie locatie aan de, hoe heet deze rivier, Paul? Nee. Hier was denk ik de entree. Ja, dus hier kwam, hier kwam iedereen binnen. Zo heet die wel ziek. De ruimte voor het personeel was, allemaal ja. Lokkers. En hier misschien. Nou, daar hadden. Ja, ja. Weet ik niet precies. Of opslag. Zijn. Ja. Ja. Ja, dit is duidelijk een paar jaar geleden, mensen. Paul, wat is tot nu toe jouw indruk hiervan? Ja, mooi locatie.
locatie. Ja, absoluut. Hier staan dan nog zelfs nog wat glazen, misschien van de disco of meegenomen door jeugd hier naartoe. Maar ik denk eerlijk gezegd van de discotheek. Oude krantenartikelen. Waar hebben ze dan over? In welke periode? Nee, staat hier niet op. Nee, dat is wel jammer. Andere kant misschien? Oh! 92. 13 oktober 1992. 30 jaar terug. Hier nog een oude plaatspeler. Goed mensen, we gaan even daarachter kijken, waar we binnenkwamen, dat daar nog iets is om te filmen. Maar ik denk dat dit het wel een beetje was. Hey, boxen. Oh, daarachter zit nog een ruimte. Zijn dat boksen? Ja, die koos er ook niet helemaal. Ah, oké. Het enige wat er nog van apparatuur over was. Hier is nog wel een kleine ruimte. Wc's. Oh ja, ja. Ik dacht ook al, de wc's moesten nog ontbreken natuurlijk. Dit was het weer. We hebben een prachtige plaat en discotheek geëxploreerd. We gaan nu op naar de volgende locatie, zoals je ziet, is hier best druk. Dus let's go! Mensen zijn.